De bunkerslag is een van de leukste en spannendste slagen in het golf. Veel variaties in ligging en veel variaties in de hoogte van de randen bijvoorbeeld. Bij deze oefening gaan we oefenen wat de hoogte van de eindstand voor invloed heeft op de lengte en ook op de hoogte van de bal. Bij de eerste drie ballen gaan we oefenen met een lage eindstand. Bij de volgende drie ballen gaan we slaan met een hoge eindstand. Je zult zien dat die focus op die eindpositie veel invloed heeft op je beweging door de bal. Ik begin bij de eerste drie ballen. Bij de lage eindstand zie je wel dat mijn club ongeveer eindigt op een horizontale houding. En ondanks dat dit een club is met veel loft, ging de bal nog vrij laag. De volgende drie ballen zal ik slaan met een hoge eindstand. Mijn club en mijn handen zullen boven mijn hoofd zijn. En dat zal veel invloed hebben op de snelheid van de club. Ik merk dat bij een hoge eindstand de bal hoger gaat en dat hij uiteindelijk ook minder doorrolt dan bij de lage doorzwaai. Ik ben heel benieuwd wat het effect bij jou zal zijn. Veel succes!